Ja, goedenavond, dames en heren. De minister heeft zojuist bekendgemaakt dat hij zal aftreden over de gang van zaken rond de zaak Kees H. Ik vind dat zelf onverteerbaar. Het is iets wat mij persoonlijk diep raakt. Ik ben 4,5 jaar opgetrokken samen met minister Opstelten om het land veiliger te maken. Daar hebben we met ziel en zaligheid aan gewerkt. En die klus had ik graag met hem afgemaakt. Ik vind dat ik niet meer geloofwaardig kan functioneren nu de minister is afgetreden op dit specifieke onderwerp waar ik jarenlang als officier van justitie nauw bij betrokken ben geweest. En dat is de reden dat ik ook zojuist aan de koning mijn ontslag heb aangeboden. En dat is niet alleen het ontslag wat ik formeel moet aanbieden als de minister aftreedt. Maar ik vind ook dat ik niet verder geloofwaardig kan functioneren als staatssecretaris, omdat, zoals u weet, de minister moet aftreden over de tevendeal. Met die deal is overigens helemaal niks mis, dat wil ik hier nog even gezegd hebben. Ook dat is gebeurd voor volk en vaderland, zoals ook de minister en ik dat de afgelopen 4,5 jaar hebben gedaan. Dank u wel.